hoeveelste Meet Magento dag eigenlijk? De vijfde alweer. En wat voor dag was het vandaag? Was goed verlopen. Was volle bak uitverkocht, dus ja, helemaal tevreden. Hoeveel bezoekers zijn er ongeveer geweest? Ja, ruim 400 hebben zich hiervoor ingeschreven. En ik moet nog even badges tellen, maar ongeveer dat aantal hebben we ook hier gezien, ja. En wat waren de opvallende zaken van vandaag? Dus of leerzame momenten of contactmomenten. Wat sprong er vandaag naar jouw mening uit? Een diversiteit van echt sparren met ondernemers. Dus de webwinkeliers onderling die dat heel graag willen. Maar ook de techneuten, de developers die naar het evenement komen, die echt hardcore Magento issues willen weten. En graag van de mensen van de sprekers van Magento graag alles willen horen van de laatste updates. Ja, interactie is echt iets waar wij ons op richten. Zodat we echt tussen die webwinkeliers en die developers of ontwikkelaars dat die met elkaar kunnen verbinden. Dat het netwerken, dat is een heel belangrijk onderdeel van ons event. En wat was naar jouw mening nog het breaking news op het Magento-gebied vandaag? Dat was denk ik, het was fijn om het bevestigd te krijgen van Magento zelf. Dat Magento 2, dat die in beta gaan uitbrengen eind dit jaar nog. Daar zijn ze committed aan, dat is fijn om te weten. En we hebben gehoord van een van de oprichters van Magento. Die weggegaan is bij Magento, zijn eigen productlijn is begonnen. Die heeft ook deze week een nieuw product gereleased, Oro CRM. En dat is ook wel een product waar we in de toekomst veel over gaan horen. Als mensen deze dag hebben gemist, om wat voor reden ook, drukte en noem maar op. Is er nog een manier dat ze deze dag kunnen volgen? We gaan het online zetten. Een aantal video's van de workshops en de sessies die worden online gezet. Op de website zelf kunnen ze straks de foto's zien en ook blogs kunnen ze zien. Ja. Vast nog een paar gemist, Guido? Ja. Nou, de presentaties, de slides van alle sessies, bijna allemaal staan ze al online op dit moment. Dus iedereen kan terecht op decento.org om daar een kijkje te nemen. Yeah. I'm the Chief Operating Officer at Magento, the co-founder of Magento along with Yoav. And I'm very excited to be here with you. Nou, ik vind het een hele leuke dag. En je ziet veel bekenden ook weer. Het is net een grote familie. En elke keer leer je toch weer nieuwe dingen. En het is altijd interessant om de laatste nieuwtjes te horen. Dus dat is voor ons wel de reden om elk jaar weer terug te komen. The index now completes at 83% times faster than it did in the past. Ja, ik vind het echt een super evenement. Mensen die hier rondlopen hebben vaak net even wat meer begrip en verstand van het programmeertechnische verhaal. Die kunnen ook denken in XML en scriptcode, zeg ik altijd maar. Dus ja, die snappen ook wat beter wat wij doen, want datakwaliteit is niet een alledaags onderwerp. En juist bij deze doelgroep hebben we het idee dat ons verhaal wel landt. And what do you do with the progress when you're going through the checkout? You're quite familiar with having a progress bar on the right-hand side or above with your cart contents and your information, but that doesn't work on mobile. Ik denk dat het vrij belangrijk is dat mensen een directe vraag kunnen stellen en ook weer gelijk antwoord krijgen. Op internet bijvoorbeeld heb je vaak niet gelijk antwoord, of spreken mensen de taal niet of hebben geen tijd ervoor. Hier kun je lekker face-to-face tegen elkaar praten. En heb jij ook direct een vraag terug. En dat heb je niet op een andere event, zeg maar, op internet. Dat heb je hier. De kennis is hier vrij bij elkaar. So we're introducing a new product entry screen that will have all the necessary information and also will have some smart defaults. Enabling the product will also enable and put in stock. So it will be easier to manage that, and you will have all the flexibility and all the power of existing Magento in advanced settings if you need, you know. Hoe belangrijk deze dag is, erg belangrijk voor ons tweeledig, dat bestaande klanten voor ons die we hier ontmoeten. Dus in een korte tijd spreek je gewoon een hoop bekende mensen. En de wereld van e-commerce is klein, dus op zo'n dag als vandaag spreek je gewoon een hoop bekende ondernemers. En daarnaast doe je weer nieuwe contacten op, dus tweeledig. Bestaande klanten onderhouden, relaties onderhouden en nieuwe contacten opdoen. En dat lukt met deze dag goed. Working strategically with Magento. And that's key to me. So Magento partners are helping grow my business, my partner business in Europe, very quickly. Nou ja, je komt iedereen weer tegen natuurlijk. Hè. Het is even goed om te zien wat er allemaal weer speelt en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Interessante sprekers.
Magento 2, voor mij nog redelijk onbekend wat dat nou concreet gaat worden. Weer heel veel over meegekregen, dus ik ben eigenlijk weer helemaal bij en ik kan er weer even tegenaan. We actually showed them the product, we demoed it for them. And they were walking around and we got the same reaction. It's great, the product is amazing, we like the design, we like the features. And then the question of the business model came up and how much are we charging for this? And we said, well, for what you just saw, you can go on our website, download it, and use it for free, and moreover, we'll give you the source code. Their reaction, you know, was not very surprising.